Hey, goeie avond allemaal en welkom op de Zandmotor. Net ten zuiden van Den Haag ligt een hele grote plak met zand. En daar is vandaag heel erg winderig. We gaan eens kijken of dat we daar nog een mooie foto kan maken. Ik ben nog helemaal niet op het strand geweest voor fotografie, anders dan met een workshop laatst. Dus laten we eens kijken wat we vanavond weer eens kunnen gaan vinden hier zo. En zoals je misschien al wel door hebt, waait het echt ontzettend hard. Dus mooie stille poeltjes. Oh, ik zit net vol in de reflectie in de zon te kijken. Mooie stille poeltjes en zo gaan hem niet worden. Maar ik heb wel een nieuwe 10-stops filter. Die ik misschien ook wel even wil uitproberen. Wie weet, gaat dat werken vandaag? En het is natuurlijk ook nog redelijk vroeg. Het is nog 1,5 uur tot zonsondergang. Er werd voorspeld dat er zeg maar, achter mij wat mooie wolken zouden zijn. Niet echt naar zee toe. Dus misschien dat we uiteindelijk naar die kant fotograferen. Maar ja, het is nu vooral nog even kijken hoe ik misschien op soort wit iets moois maken. Of mooie vormen vinden. Maar het is heel erg uitgewaaid en heel vlak op het moment. Er zijn heel veel bandensporen hier zo. Dus hè. We gaan wel vinden. We gaan wel zien wat we vinden. Zal ik ze wat vertellen? Ik moet nog een beetje loskomen, moet ik zeggen. Ik was even aan het proberen om deze toren hier zo te fotograferen in de duinen. Maar ik word er nou niet echt warm van. Sowieso voel ik me nog een beetje ongemotiveerd. Ik weet niet of dat komt door de keiharde wind die waait. Die me gewoon moeilijk door concentreren is. Maar nee, ik ben er nog niet. Maar blijf kijken, Misschien, hopelijk, komt dat nog wel. Ik krijg natuurlijk amper mee op video in zo'n vlog. Maar de zoektocht vandaag naar een compositie is echt stroef. Ik heb meerdere dingen geprobeerd al, maar het is het gewoon even niet eigenlijk. Ik ben ook gewoon niet gemotiveerd daardoor. Ik vind het lastig. Om toch nog iets te vinden zo op deze avond. Het is nog een stukje tot zonsondergang denk ik, maar ik loop maar rond met mijn 70 tot 200 even. Maar nee, het wil vandaag niet. Ja, weet je, we gaan maar gewoon een foto maken alsnog van dat, die paal units ding. Onderzoekscentrum of iets dergelijks. Tja, ik weet het niet jongens. Het zit er, ik zit er niet helemaal. Het is een prachtige avond, het is heerlijk weer, een beetje fris. Maar fotografisch gezien is het niet helemaal mijn dag nog eens ver. Goed, we gaan gewoon deze foto maken met statief, polarisatiefilter, alles erop en eraan. Om gewoon maar iets ervan te maken. En nou is zo'n zonnekap natuurlijk super mooi en goed. Maar daar kan ik natuurlijk helemaal geen polarisatiefilter op zetten. Dus sorry, maar de zonnekap gaat er toch echt even vanaf. En in plaats daarvan komt er een... Nou, kom hier. En in plaats daarvan komt er een adapterring. En een polarisatiefilter. Eens kijken of dat wat wil doen. De zon komt van de zijkant. Dus misschien dat de lucht er nog net even wat beter van wordt. Ja, iets. Het is niet heel veel, maar hey. Elk beetje helpt als het zo moeizaam gaat. Ik zit op F4. Om te zorgen dat die...
ja, dat de voorgrond ontscherp is en dat de foto echt draait om die, ja, die mast in de achtergrond, zeg maar. Dus ik hoop nu in ieder geval door een beetje hier verder naar achter te komen ook wat lagen te creëren voor in het beeld. Dus er zitten wat wazige helmgras in de voorgrond, wat minder wazig in de diepte enzovoort. En zo ontstaat er hopelijk wat diepte ook met de foto. Ja, ach, weet je. Ja, het is het beste wat we ervan gaan maken op dit moment. De zon begint achter een wolk te gaan. Dus het mooie licht op de voorgrond verdwijnt ook nu. Je ziet het gelijk ook donker worden. Ik kan ook gelijk weer normaal naar de camera kijken, maar goed. Ja, als het wat is, laat ik het zien. Yay. Oké, ik heb een een compositie die naar mijn idee niet zou moeten werken. Ik heb weer die paal, ja, het is gewoon een onderwerp dat er maar is en dat ik maar gebruik. Helemaal rechts in beeld en een lijn van stukken zand wat een beetje naar links toe buigt. Dus je zou zeggen dat het die lijn van dat zand en dat helmgrasje naar links toe leidt, maar je hebt rechts weer een onderwerp. Dus dat voelt heel onlogisch. En eigenlijk heb ik echt zonlicht erbij nodig, want zonder zonlicht stelt het echt helemaal niks voor. Dus ik heb net al een optie genomen, maar ja, ik denk niet dat dat nu nog gaat gebeuren. Ik ben bang dat die vorige opties heel erg bewogen zijn geweest. Maar goed, dat is het idee in ieder geval. Dat is het beste wat ik ervan kan maken. Ja, de wolkenpartij daarachter is super indrukwekkend. Er zit een hoop regen in. Gelukkig komt dat niet hier naartoe, maar blijft het daar. Maar dat gaat er wel voor zorgen dat de rest van de avond redelijk dul is en saai aan kleur. Maar goed, ik heb hier dus één belichting, één compositie, één foto. Die heel misschien iets is geworden. Even terugkijken. Nou, dat valt denk ik nog reuze mee. Dat is misschien toch nog wel wat geworden. Nou ja, weet je, ik kan mezelf nu heel erg gaan pushen om nog compositie te vinden. Maar er gaat geen enkel licht meer komen. Het is zo'n grote, dichte wolkenbank daar zo. Ik was sowieso al niet heel erg gemotiveerd vandaag. Misschien is het beter om gewoon lekker af te taaien. Gewoon rustig naar huis terug te fietsen. Misschien morgenochtend vroeg nog even te gaan fotograferen. Maar voor vanavond, ja, weet je, het was lekker om buiten te zijn. Ik heb lekker hier op het strand gegeten. Gewoon heerlijk om even het huis uit te zijn. Maar voor fotografie was het misschien gewoon niet het moment. En die dagen heb je ook. Tja, nou ja, misschien twee foto's. Misschien niet eens een vlog. Wie weet. Ik wil jullie in ieder geval bekijken voor het bedanken. Bedanken voor het kijken en ik zie jullie graag volgende week weer. Misschien is dat morgenochtend. Misschien is dat in Roemenië. We gaan het zien. Zie je het volgende week, zou ik zeggen. Aju.